Oké, kindertjes. Vandaag de grote dag. Vandaag de CITO-toets. En ja, Rob, je mag inderdaad wat drinken erbij pakken. En ik heb nog een kleine verrassing voor jullie. Jullie mogen er speciaal vandaag wat lekkers bij houden om af en toe even lekker te snoepen. Ja, bedankt. Bestel anders gewoon iets. Ja, hi. Ik wil graag 2 pizza Hawaii bestellen met extra veel ananas. Nou kinderen, ik ga de toetsen uitdelen. Maak er wat van. Succes, kom op. Oké, ik ga hem uitdelen. Aan jou de eer, Martien, voor de eerste. Dank je. Alsjeblieft jongens, succes. Hey. Maak er wat van. Kom op, het is voor je toekomst. Kom op. Dank je. Oké. Okay. Succes. Alsjeblieft. Dank je. Moet lukken. Oké, jongen. Ook voor jou hier de toets. Oké, trouwens klas, de tijd loopt. 10 minuutjes. Succes. 2 honden vechten om een been. Wist je dat honden zo vaak jaloers zijn dat het bijna gewoon is? Ze kunnen vreselijk jaloers zijn op de aandacht van de baas. Maar als het om het eten gaat, loopt het helemaal. De spuigaten uit. Nou. Nou, de spuigaten. Ja, dat ken ik ook, ja. Over spuigaten gesproken. Nee. Ik heb trek gekregen. Wat is dit lekker? Ik vind dat zo mooi als kinderen lekker aan het smullen zijn. Dat vind ik zo lekker. In de roedel is niemand de baas. Hè, dit is nog lastig. Hoe moeten kinderen dit weten? In de roedel heeft geen hond dezelfde plek. In de roedel is er één baas en dan komt er steeds eentje lager. Oké, is er één de baas? Die is goed. Is goed! Ik denk hij krijgt meer dan meer eten. Er is meer respect en aandacht. Alhoewel, ik denk dat het niet, maar... Op naar spelling. In welke zin is het schijnrechte woord verkeerd gespeld? Radiootje. Kan gewoon aan elkaar. Wat een rode vet. Wat een mooie brief. Ja, die is goed gespeld. Kut. Oh ja, nou, dan is brief is fout. Want dat is verkeerd gespeld. Dit is namelijk een brief, alleen je spreekt het uit als brief. Dat is een zachte R. Ja, ik vind het alleen grappig dat... Ik zal het ook gewoon op je scherm laten zien, zoals zo makkelijk, want hier staat maar een deel van natuurlijk. Persoonlijk vind ik dat ze goede keuze hebben gemaakt, gratis ingenieurs. Dit lees je allemaal gebaseerd op posities voor de eerder. Welke groep woorden vormt geen correcte zin? Prank keihard, roept Mark. Oh, je moet er een zin van maken. De jongens van Space zijn homoseksueel. Like als je wil dat Matthijs wat meer praat. Dus dan is het sowieso die teringlange zin met Viet erin, want daar kan ik geen zin van maken. Misschien ook wel. De jongens van Space zijn homoseksueel. Nou, die is fijn. Wat betekent ballingschap? Ballingschap. Ballen voor mij, Ikea. Hey, Bally! Komt nu maar. Wat een meme. Ja, klas. We zijn halverwege. Nog 5 minuten. Welk woord is het tegenovergestelde van overhellen? Iets wat het geslachtsdeel van Mark wegens omvang vaak ook doet. Schuin hangen. Het kan mij geen reet schelen, ik doe schuin hangen. Die is fout, hè? Ik zei niks. Ja, die is fout. Ik zie het in je bek. Overhellen. Ik heb geen idee. Ik ga even door naar de volgende vraag. Rekenen. Oh, nee. Mark wil graag een nieuw seksspeeltje kopen. Hij ziet in de stad de volgende aanbieding. Normaal kost het speeltje 150 euro. Wat is zijn korting in euro's? Nou, 15% korting. 15% van 150 is 22,50. Wat is zijn korting in euro? Ja, nou, dat. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Matthijs heeft afgelopen jaar 6000 porties friet gegeten. Nou, dat vind ik nog een schamele... Ik heb hem iets laag ingezet. Ja, dat vind ik ook. De helft hiervan zat verpakt in dozen van 25 porties. De andere helft in dozen van 75. Hoeveel dozen friet heeft Matthijs afgelopen jaar gegeten? Nou, dat betekent de helft in 25, de andere helft in 75. Dat is dus 2 dozen per 100 frietjes. Ik kreeg een AZ erbij, dat zijn er 4 en dan die 3 is 7. 21 is 5 en wij kunnen 3 keer achter elkaar winnen. Utrecht doet 4 thuiswedstrijden winnen. Groningen speelt 2 keer 5-1 verliezen. En ze zet nu een reeks van 4 neer. Nou, keer 60. Dat is 120 dozen. Ja. Volgende bril.
Matty heeft 601.000 abonnees en dan een beetje. Rob is 269, Raoul 280. Hoeveel abonnees hebben ze bij elkaar opgeteld? Ah, dit is kut. Ah, oké, nou dan gaan we even dat makkelijk doen. 601348 2694812809. Oké, dit is 10, 1 onthouden. 1 hier. 10 en 9. 18. 8, 1, 9, 10, 11, 12, 1 onthouden, 16, 6, nee, 7 dus. 1 onthouden, 9, 10, 11, 12, nee, 6. Hoe ging bij het bos in daar? 1 onthouden, 7, plus 7 is 14. Dus 1 onthouden is 10, 11, is 1. 1 onthouden is 9, 15. Dat is 1, 1, 5, 1, 1, 5, 1, 4, 6, 8, 1, 5, 1, 4, 6, 8. Hoeveel abonnees hebben ze bij elkaar opgeteld? Ja, dit weet ik nog. Dan moet je al die cijfers onder elkaar zetten en dan kan je ze bij elkaar optellen. Dat is echt top. Een van de top tips die ik nog steeds op de middelbaar heb gebruikt. Nog 3 minuutjes. Oeh, dan moet ik op gaan schieten. Jongens en meisjes, nog 3 minuten. Oh nee, ik ga die op het laatste doen niet met die abonnees. Voor de bank zitten taartbakvideo's in het volgende bereik voor het recept. Wiele wil na afloop, omdat hij de smaak nu lekker te pakken heeft, nog een kleine variant maken van 200 gram. Hij gebruikt 200 gram appels. Welke van de volgende ingrediënten gebruikt hij? Hij maakt 1 vijfde, dus zure appels. Godverdomme! Het is 45 gram bloem, het is 50 gram boter, 30 gram boter, dus het is A. Jezus, er nog meer. Wereldoriëntatie. Nog 1 minuut. Jezus, de uploads van Matty gaan recent was een trein in de rit en in het eerste hoe werd deze trein voortbewogen. De stoommachine. De uploads van Matty gaan recent weer als een trein. In 1938 reed er in Nederland voor het eerste trein. Hoe werd deze trein voortbewogen? Getrokken door paarden. In een stoommachine, natuurlijk. Willem van Rijm en zijn zoons Frederik en Maurits. Wel het belangrijkste Nederlands leger aanvoerde tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Tegen wie voerde ze deze oorlog? De Tachtigjarige Oorlog was tegen. Oh, kutzooi. Tegen Spanje of tegen Frankrijk? Spanje. Altijd die kutspanjaard. Tegen de Spaanse koning, de Hector van. Of de Hector van Alfa heet hij toch? Hertog. Hertog van Alfa, ja. Was dat de 80-jarige oorlog? Volgens mij wel. Ik heb dat wel ooit op school gehad. Met de wapenstilstand en zo. En die wapenwetloop was koude oorlog. Dat was ongeveer 300 jaar later. Oh. doe maar even stoer. Maar ik heb wel het antwoord goed, denk ik. De bankste zijn elke keer druk en weer op het uitzoeken van de vakantiebestemming. Favoriete bestemming voor veel Nederlandse eiland Corsica. Van welk land is dit eiland onderdeel? Kut. Italië. Corsica is officieel onderdeel van Frankrijk. Nou, het is zeker niet Portugal. Het is denk ik Spanje of Italië. Corsica. 40 seconden. Het zal wel Italië zijn. Corsica van welke? Oh, dat hoor ik te weten eigenlijk. Ik ga op gevoel. Wat is je gevoel, Mark? Klinkt prettig Spaans. Ik dacht dat het van Frankrijk was. Ah, oh, fuck it, ik doe wel Frankrijk. Corsica is volgens mij van Spanje. Nee, ik doe toch Portugal voor de meme, voor de gok. Ja. Ging het een beetje of... Het ging nog redelijk. Toch wel pittig. Ik ben klaar. Dan kom ik even ophalen. Ik heb nog 30 seconden om te smullen. Lekker. Bedankt meester. Ja, ik zit even te kijken. Hoe voel je het zelf gaan jongen? Ja, je kunt maar 5 punten halen bij rekenen. Klopt ja. En bij taal kun je er echt 11. Dat vind ik niet eerlijk. Rekenen is meer mijn ding, hier word ik op benadeeld. Maar taal is een veel algemener CITO onderdeel. Ja, dat boeit me niet. Oh, dat boeit je niet. Maar moet maar even, wat is je gevoel erbij? Rekenen. Zie je na de vakantie terug? Ja, rekenen foutloos. Oh. Taal helemaal verneukt. Helemaal verneukt. Ja. Okay. Want het bleek Nederlandse taal te zijn. Klopt, maar ja. Ik spreek alleen Brabants. Oh, dat is een ander verhaal inderdaad. Ja, het is een hele andere woordenschat. Oké, okay. Nou zet even je naam erop, jongen, en dan mag je lekker vakantie gaan vieren. Oh, dat viel tegen. En dan het meest vervelende van allemaal, het nakijkwerk. Dat is natuurlijk wel het nadeel als leraar. Je hoeft niet te leren, je hoeft niks voor te bereiden, behalve natuurlijk je lessen. Maar dat nakijkwerk is lastig. En als leraar hoop je natuurlijk op goede resultaten, maar ja. Niet iedereen kan slagen, want ja, dan is er iets fout. Dan zit er ook een bepaalde oneffenheid in die toetsen. Dus ik hoop eigenlijk dat één iemand hem niet haalt. Ja, wie zal het zijn? Maakt mij eigenlijk niet uit. Ik hoop Koen een keer of zo. Het zou lachen zijn, een brutaal ventje is dat. We gaan beginnen met de cijfers van boven naar beneden. En we beginnen met toch wel ja, de nerd van de klas. Maar ik vind het alleen maar een mooie prestatie. 14 van de 15 goed, dus een mooie 9 gescoord. Matthias het Lam. Oh. Woe! Ik zit even in de stoel. Welke heb ik dan niet fout? Over de hel alleen. Zo, je hebt 14 niet fout. Ik wil even alles opnoemen alleen. Ja, proost! Ja. Je hebt de 1 fout en dat was inderdaad over hellen. Ja, over hellen moet natuurlijk zijn recht hangen, ja, tegenovergestelde. Ja. 2 foutjes, een mooie 8 gescoord.
Matthijs Stals. Hey! Waarom heb je fout dan? Je had Corsica had je fout, maar dat hadden er heel veel mensen fout. Matthias niet, want... en verder had je nog een foutje in de spelling. Of in de... Dat is een briljant! Dan, ook een 8, ook 13 puntjes. Robert van der Graaf. Ja, okay! Ik wil daar wel een kleine kanttekening mee maken. Hij heeft het gecompenseerd met Corsica, die dus een van de twee mensen goed had. Maar? Hij had een fout in het rekenen! Als enige! Als enige! 6000 porties friet wordt bij elkaar geen 120 dozen, maar 160 dozen. Had de rest allemaal goed. 12 puntjes, dus een 7 gescoord. Raoul de Graaf. Dat heb ik heel goed doen. Dan. Met... 11 punten, een mager zesje. Oh nee. Een mager zesje. Please zeg maar. Koen van Hees. Ja. En dan helaas toch, ja, er is altijd één iemand in de klas. Je hebt ze er altijd tussen zitten. Pas op voor die prei ook, Mark, achter je. 10 van de 15 puntjes is onvoldoende. En Mark, ik moet opruimen. Mark naar basiskader. Hey. Mark, ik weet niet wat jij fout ziet in de zin. Like als je wil dat Matthijs wat meer praat. Maar ja, die zin is hartstikke goed. Die zin is gewoon goed. En de trein werd niet getrokken door paarden. Moet ik ook toegeven. Willen jullie deze titel goed zelf maken? In de link in de beschrijving kan je een pdfje openen. Dan kan je het goed zelf maken. Ook wel leuk voor mensen thuis. Ga lekker met je familie maken en ja, zoek het uit. De ballen. Ja, kijk. Oh, yes. Oh, lekker. Ja. Nee, nee. Ja, lekker. Ja, jij ook wel, ja, lekker. Wel lekker. Hadden we het idee, toen dachten we al, dit is misschien niet heel slecht. Lekker! Oh, ik zit er al in. Jargon! Oh, wat lekker! Extra veel ananas. Lekker! Oké, kutkindertjes! Lekker!